Mijn naam is Teddo van Mierlen, Marketing Intelligence bij Suez. Suez is een wereldwijde organisatie, begonnen met de bouw en aanleg van de Suezkanaal. Daarnaast houdt Suez zich bezig met de inzameling, verwerking van afval, maar ook met het creëren van grondstoffen. De uitdaging waar we tegenaan liepen was eigenlijk ons salesapparaat. We hebben 100 man in de buitendienst en ongeveer 100 man op de binnendienst. En die hadden de hele dag klantcontact, contact met prospects. En we hadden eigenlijk geen zicht wat daar nou gebeurde. Daarnaast hadden we een ander probleem. De medewerkers hadden geen idee, als ze bij een bedrijf voor de deur stonden, of het een klant of een prospect was. We zagen veel ruimte voor verbetering. Dat was eigenlijk de uitdaging waar we tegenaan liepen. De oplossing die wij gekozen hebben is het ontwikkelen van een applicatie waarbij we de medewerkers een tablet konden meegeven. Op die tablet daar staat de BV Nederland. Die wordt elke week geactualiseerd. En de BV Nederland is aangevuld met onze klantdata. Onze klantdata wordt beheerd in de SAS-omgeving. En daar zijn allerlei profielen gemaakt. En als je weet in een homogene profielgroep wat 1000 klanten doen, weet je ook wat je bij 1000 prospects kunt verwachten. Dus daarmee geef je heel veel informatie mee aan de buitendienst. Vervolgens, binnen SAS wordt er elke nacht een berekening gemaakt, een voorspelling gemaakt op basis van het weer, op basis van het gebied waar een medewerker in zit en het gedrag van de medewerker zelf, welke klanten en prospects hij de volgende dag het beste kan gaan bezoeken. Dus we doen een voorspelling op de meest kansrijke prospects en we doen een voorspelling op klanten die een zeer hoog risico hebben voor het opzeggen. Daarnaast hebben wij de tablet-applicatie, dezelfde applicatie voor webservices gemaakt, zodat ook de binnendienst, als er klant of prospect inbelt, van dezelfde applicatie gebruik kan maken. En ook de binnendienst eigenlijk geadviseerd wordt wat zij een prospect op dat moment kunnen voorleggen of kunnen zien wat de buitendienstmedewerker heeft afgesproken. De reden waarom wij voor SAS gekozen hebben is dat wij op zoek waren naar een flexibel centraal platform. Tijdens de ontwikkeling is al gebleken dat er interesse waren vanuit andere Suez-landen. Dus dat betekent dus dat je al met een platform moet gaan werken wat grensoverschrijdend is. Daarnaast, en dat is ook belangrijk, is SAS natuurlijk niet alleen statistiek. SAS is ook datavisualisatie. SAS is ook datapreparatie. SAS is ook datacollectie. Dus dat betekent dat je op je centrale platform ook gewoon met één organisatie aan de slag kunt en niet met allerlei interfaces moet gaan werken tussen verschillende partijen.